Eerst beginnen we in de Gazastrook, want bij een luchtaanval daar zijn tientallen mensen om het leven gekomen, meldt de Palestijnse Rode Halve Maan. Het zou gaan om een luchtaanval op een tentenkamp vlakbij een school waar gevluchte Palestijnen zich schuilhielden. Israël heeft daar nog geen officiële reactie op gegeven. We gaan erover praten met correspondent David de Jong. Goedemorgen, David. Goedemorgen. Wat weten we nu over die aanval? Wat is er bekend? Nou, inmiddels heeft het Israëlische leger wel een officiële reactie gegeven. En die zegt dat de luchtaanval was op een, zoals zij zeggen, een terrorist van de gewapende tak van Hamas. Mm-hmm. Die ook deel had genomen aan de Hamas-aanval van oktober 7. Waarna de huidige oorlog begonnen is. En dat in die luchtaanval precisiemunitie is gebruikt. Op een stadje aan het oosten van, ten oosten van Khan Younis, in het zuiden van de Gazastrook. Een stadje dat heet Abbasan. En daar zijn tenminste 29 mensen, voornamelijk vrouwen en kinderen, bij omgekomen, bij gedood. En meer dan 50 gewonden, volgens het Gazaanse ministerie van Volksgezondheid. Ja. En die cijfers kunnen nog niet bevestigd worden. Dat heeft het Israëlische leger nog niet bevestigd. Ja. Wel dat er daarbij burgerslachtoffers zijn gevallen. Oké, en ook dat daarbij wellicht fouten zijn gemaakt? Want we hebben in het verleden ook al gezien dat het Israëlische leger wel eens heeft gezegd van dit is niet goed gegaan. Of is dat nog in onderzoek? Nee, het Israëlische leger zegt nooit gelijk dat ze fout hebben gemaakt. Die zeggen eerst van, we gaan dit onderzoeken. We zijn er bewust van dat er burgerslachtoffers zijn gevallen. En we gaan nu het voorval onderzoeken. Ja. Bij die luchtaanval is een VN-school geraakt. En dat is eerder gebeurd. Het lijkt niet op zichzelf te staan. Klopt, dit is niet een VN-school. Het klopt wel dat de vierde school in 4 dagen, is. Mm-hmm. Die aangevallen is. Waaronder ook VN-scholen. Het Israëlische leger zegt dan dat dit in elk geval gebouwen zijn die worden gebruikt door Hamas of andere milities, zoals de Palestijnse Islamic Jihad. En dergelijke. Maar op zaterdag is er dus inderdaad op een VN-school een aanval uitgevoerd waar er tenminste 16 mensen bij zijn omgekomen. Dat was in het middenstuk van de Gazastrook. Ja. Israël is bezig met een groter offensief in Gazastad. Hoe loopt dat? Ik heb het idee dat het bij ons een beetje uit de nieuwsstroom is. Hoe staat dat daarvoor? Nou ja, dat klopt inderdaad, want dit is het eerste Israëlische grondoffensief op Gazastad in een half jaar. Ook daar zegt Israël weer van Hamas heeft zich hergegroepeerd. De Palestijnse Islamic Jihad, de andere grote militie in de Gazastrook, heeft zich hergegroepeerd in de grootste stad van de Gazastrook. Mm-hmm. Dus zijn wij daar bezig met militaire acties. Nou ja, daar hoor je dus ook van Palestijnen die telefonisch weten bereiken dat ze proberen te vluchten en dat ze dan op de weg naar het zuiden lijken langs de weg zien, gewonden. Dat er enorm veel ook weer burgerslachtoffers vallen naast militanten van Hamas en de Islamic Jihad die worden die gedood zijn. Ja, maar de status van die operatie in Gazastad is dat loopt dat vanuit Israëlische? Die loopt. Daar is ook vannacht een Israëlische soldaat van 21 omgekomen. Dus die loopt. Die loopt en daar worden voornamelijk dan vanuit de Israëlische kant vanuit het Israëlische leger updates overgegeven. En het is lastig te verifiëren wat daar nou precies gaande is, hoe lang die operatie ook zal duren. Dat laat zich nog zien. Ja. Het leek erop eerder deze week dat er een onderhandelingsresultaat dichterbij kwam over een staakt het vuren. Nou, vandaag reizen de chefs ook van de inlichtingendiensten van Amerika en Israël naar Qatar om daar weer verder te praten. Zijn de verwachtingen daar hoog gespannen? Kan daar iets uit gaan komen? De verwachtingen waren heel erg hoog gespannen vorige week. Nu is er weer momenteel juist is het staat het op een laag pitje. Inderdaad, zoals je zegt, de hoofd van de Mossad, David Barnea, dus van de Buitenlandse Veiligheidsdienst van Israël, en Ronen Bar, de hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, gaan daar samen met de chef van de CIA, William Burns, naartoe om met de Egyptenaren en met de Qataris te praten in Doha, de Qatarese hoofdstad. Maar kijk, het strijdpunt is al maanden over hetzelfde. Dat gaat erom, Hamas zegt, wij willen dat Israël alle gevechten stoppen voordat we met een staakt het vuren akkoord kunnen gaan. En dan laten we de gijzelaars vrij. En Israël zegt, premier Benjamin Netanyahu zegt, dat doen we niet. Wij beslissen wanneer de operaties stoppen in de Gazastrook. En daar kan ik niet akkoord mee gaan. En dat is eigenlijk al meer dan een half jaar al een strijdpunt. En daar zijn ze het nog steeds niet over eens. Dus zolang ze daar niet over eens zijn, is het uitzicht op een akkoord heel erg klein. Nou, tot slot nog even naar die pier, die Amerikaanse geïnstalleerde pier. 2 maanden geleden werd die gebouwd om hulpgoederen Gaza in te krijgen. Dat is een wisselend succes. Wordt nu geloof ik even herstart en over een paar dagen alweer ontmanteld. Heeft dat nou zin gehad de afgelopen tijd, die pier, voor noodhulp? Ik denk dat je dan heel erg zacht uitdrukt. Het was echt een totale mislukking, die pier. Die werd al na 2 dagen werd die ontmanteld vanwege onstuimig weer. En sindsdien zijn er alleen maar problemen mee. En is er eigenlijk nauwelijks voedsel en andere hulpmiddelen de Gazastrook ingekomen vanuit die pier. Dus ja, het feit dat het nu al ontmanteld wordt, zegt eigenlijk al genoeg. Het was eigenlijk een totale mislukking aan goed initiatief aan de kant van de Amerikanen, maar totaal geen succes. Geen succes en wel honderden miljoenen gekost. Dankjewel, correspondent David de Jong. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de Ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.